Maar dan niet de vrouwelijke vorm, maar de mannelijke vorm. Picasso. Oh nee, maar die Ja! bedoelde ik helemaal niet. Pablo Picasso, Pablo Picasso, Pablo Ik had heel niet Picasso. goed. Yo, mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe survival met. Oh Met nee, met Maisha. Ja, ja, we blijven sorry. toch altijd fout zeggen. Dat hoort gewoon bij deze serie. Maar vandaag gaan wij iets heel leuks doen. Oh yeah, baby. Want we hadden het al in vorige afleveringen over natuurlijk om ruimte te maken voor een kijker. Oh my god, het regent en het is nacht. En ik hoorde net een Enderman. Lekker. Dit is scary. Kunnen we slapen? Hebben die monsters nu dood? Weet ik niet. Ja, ik kan wel in mijn bed liggen. Oké, ik ga het ook proberen. Maar ja, wij gaan vandaag dus echt concreet Yay! Een gebied uitzetten waar de eerste genodigde kan gaan bouwen. Yes. En waar die zeg maar in ons gebiedje een huisje kan gaan maken. En een genodigde is natuurlijk gewoon een van jullie. Yes. Is en want kijker. Wij gaan nog eventjes nadenken over hoe wij precies dan die invite gaan weggeven. Want er zijn natuurlijk... Oh my god, ik heb geen eten meer. Oh, ik sta aan de fik. Lekker. Oef. Want er zijn natuurlijk een paar dingetjes die daar meespelen. We moeten even goed nadenken dat we je Skype hebben, dat we je kunnen contacteren. Noem het allemaal op. Oh, huh? Er mist hier een blokkie. Een blokkie. Zo, oké, gefixt. Mist er een blokkie? Ja, je mist gewoon een blokkie. Maar dat moeten we dus allemaal nog even bekijken. Maar vandaag gaan wij wel al bekijken waar diegene gaat zitten. Ja. En dat wordt leuk. Dus dat wordt een plekje gewoon speciaal voor jou, waar niemand anders aan kan zitten. Yep. Niemand kan erbij komen, dus niemand kan iets grieven of kapot maken of wat dan ook. Het is echt helemaal van jou. Ja, en het is ook zeg maar exclusief in ons gebied, want zoals we al eerder hadden verteld... Er komt een muur omheen. Precies. We gaan over een bepaalde periode, gaan wij de server voor meerdere mensen toegankelijk maken. Dat je gewoon via Dodocraft, play.dodocraft.nl erop kan. Maar dat is niet in het begin. En die mensen kunnen dan niet hier bouwen. Dat kunnen echt... Je kan alleen bij ons bouwen als jij een invite krijgt. En we gaan natuurlijk niet één invite weggeven. Er worden er wel meerdere. Maar ja, je moet ooit met de eerste beginnen. Yep. Dus daar heb ik wel zin in. Ik ben wel heel benieuwd wie onze eerste... Ik ook. Maar ook vooral wat die persoon gaat bouwen. Want we gaan natuurlijk ook bij iedereen op bezoek. Want we willen altijd zien wat mensen maken in ons mooie dorp. Ik bedoel, het moet wel... er leuk uitzien. Ja, ik vind als het echt gewoon een lelijk iets is of zo. Als in echt een piemel of zo. Dan word je gewoon uit het ding gezet en dan komt er een extra plekje vrij. Ja, dan moet er gewoon een bouwbedrijf alles lopen. Gewoon alles afhalen. Maar ja, waar gaan we die persoon neerzetten? Dat is een... Even kijken. Nou, we moeten eerst kijken. Dit wordt ons, zeg maar, ons paleis, toch? Waar we nu ons Ja, dit wordt hebben. Ons huisje. Oké. Hier rechts... Misschien moeten we dit nog wat serieuzer maken, ons farm, zeg maar. Ja. Maar daar komt dan wel een soort van manege, dus dat is in principe ook nog een beetje ons gedeelte. Uh-huh. En ik zou ook zeggen, daar links, al die farm dingen, dat moeten we ook nog goed uitbreiden. Dat we daar een beetje een boerderij hebben. Ja. Dus ik denk eigenlijk, ja, misschien een beetje hier in het midden. Hier zo. Even kijken. Oh, ik kan niet meer lopen. Oh, you gotta eat. I need to eat. You gotta eat. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, hier hebben we natuurlijk ontzettend veel ruimte nog die wij niet per se gaan gebruiken. En het is wel leuk om ook meteen iemand in het midden te hebben. Mm-hmm. Want... Zodat het er een beetje vol uitziet. Ja, precies. Want we kunnen altijd nog aan deze buitenring. Ik bedoel, kijk naar dit. Hoeveel mensen we hier nog kwijt... Oh, wat doe je ja, daar? Ja, ik wil echt een soort dorpje. Dat lijkt me zo cool. Kijk, want hier kan je nog compleet uitbreiden. Elke kant op. Misschien moeten we dit wel iets vlakker maken. Nou, dit is op zich... Oh, wow, dit is echt cool. Ja, dat is echt super groot. Ja. Dus we kunnen altijd nog uitbreiden. Dus ik denk dat we in eerste instantie gewoon... Hier beginnen? Ja, hier ergens. Het lijkt me niet leuk dat we in één keer iemand aan de andere kant van de wereld zetten. Nee. En dan zeggen we... Ja, gezellig, buurman. Yo. Ja. Ja, ik weet niet. Misschien gewoon hier, waar we nu staan. Oké. Dan hebben we een beetje een middenplein waar we dan niet, zeg maar, plots gaan neerzetten. Mm-hmm. Maar dan kunnen we natuurlijk andere dingen neerzetten. Oh, jij bent al bezig met bouwen. Nou ja, ik maak het een beetje vlak voor die persoon. Tenminste, wordt dit het een beetje? Ja, ik denk het.
Ik weet ook niet echt hoe groot het moet zijn. Want we gaan natuurlijk doen dat je buiten het gebied gewoon alles kan bouwen wat je wil. Mm-hmm. Maar daarbinnen heb je dan een plotje, zeg maar, waar je gewoon echt je crème de la crème kwijt kan. Ik bedoel, als je ooit een ender egg hebt of zo, dan zet je natuurlijk dat hier in je huisje om dat tentoon te stellen. Uh-huh. Maar het is niet de bedoeling dat je hier gaat minen, je wheat gaat verbouwen en noem het allemaal op. Nee. Het is echt puur om één huisje neer te zetten om, ja, gewoon bij ons te wonen. Even kijken. Hoe zouden we dat aangeven? Ja, moeten we niet gewoon met bloks aangeven? Ja, ik denk het. Ik bedoel, ik heb hier kobbel. Is dat al goed? Denk het. Even kijken. Dus stel, je komt hier vandaan en je hebt hier zo'n pad. En die, zeg maar, dat pad dat is dan zeg maar zo 3 dik. Ja. En dan kan je hier naar ons dingetje toe. En dan heb je hier een soort van vissershuisje. Die loopt misschien zo. Oké. Okay. Naar het vijvertje wat hier is. Ja. Zo. Dus dan is hier het huis? Ja, ik denk het. Why not? Dat we het zo doen? Dat we gewoon een klein ingangtje hierheen hebben. En dan ja. Vanaf hier doen we dan het plot of zo. Ja, dat is cool. Dus dan, hoeveel hebben mensen nodig? Ik bedoel, je gaat natuurlijk je hele grote basis buiten het gebied hebben. Ja. Maar ja, het is wel leuk als je iets van een tuintje hebt of zo. Ja. Even kijken. Wat is... Dus 1 blok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zo, 14 of zo. Dit is best groot. En dan heb je hier je deur. Bijvoorbeeld. Ik vind het echt wel groot. Ja? Ja. Jij niet? Ja, ik ook wel. Ik bedoel, ik zou het niet heel makkelijk kunnen volmaken. En dan heb je hier dan... Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 11, 12. 10 is al veel hoor. 10, dan heb je 140 vierkante meter. En nu heb je 168. Wow, je kan snel hoofdrekenen. Dat valt wel mee. Ik heb gewoon niet een rekenmachine. Ja, dit is wel... Nee, dit is iets te groot. Ja, ik zou zeggen 140. Oké. Okay. Ik vind dit ook wel heel groot, hoor. Ja, is het ook wel. Maar dan kan je ook echt een tuintje maken. Want dan kan je hier een paar bloemetjes doen. En dan kan je er omheen lopen. En dan kan je hier wat bloemetjes... Oké, okay, ja, maar dan moeten we wel met het reserveren van het gebied... moeten we daar dan wel echt rekening mee houden. Ja, dat is goed. Maar kijk, het kan ook verschillen. Niet elke gaat zo groot worden als deze. Nee, dat is waar. Ik bedoel, dit is de eerste. Dit is de grand opening. Ja. Dus als jij deze hebt, dan ben je best wel lucky. Ja, mee. Oké. Okay. Zo. Nice. Dit is echt groot, hoor. Ja, ik weet het. Dat is goed, toch? Nou ja, oké. Maar het zou dus best kunnen dat sommigen ook de helft van deze ruimte worden. Hè, jongens, alvast een disclaimer. Oh. Dat is ook groot. Dit is 140 vierkante meter. I know. Dat is echt heel veel. Ja. Gratis. En voor niets. En voor niets. Oké, okay. Nou ja, dan hebben we dus hier bij deze het eerste plot. Moet even kijken hoe we dat gaan aanduiden en zo. Want het is ook wel leuk. Misschien een soort van naampje op het huis plakken zodra die klaar is. Ja, of we zetten een hekje eromheen of zo. Ik weet het niet. Of nou ja, dat mogen zij zelf doen. Ja, ik wou net zeggen, misschien is dan het hekje niet in de stijl waarin zij hopen dat het is. Ja, dat zou niet cool zijn. Je krijgt gewoon... Dit is het plot. Je krijgt gewoon een stuk grond en dan doe je het maar aan mij. Ja. Dan moet je zelf maar kijken wat je ervan maakt. Ja, cool. Dus is dan zouden wij in principe hier nu al een paadje omheen kunnen maken, toch? Ja, als wij een idee hebben wat er voor de rest omheen gaat komen. Dus dan is dit zo... Het eerste huis, dames en heren. Dat gaan wij vieren met een spelletje. Uh-oh. Want vorige keer hadden wij een spelletje gedaan. Dat weten jullie vast nog wel. Dat ik moest raden dat ik een persoon die echt of nep was, moest raden. Terwijl Maisha dat uitlegde door middel van bepaalde woorden. Maar sommige woorden mocht ze ook niet zeggen. Even kijken. De verboden woorden. Ik bedoel, als jij bijvoorbeeld aan iemand Superman moet uitleggen... dan mag jij niet zeggen dat het een superheld is. Dat die een... S op zijn uniform heeft en noemt het allemaal op. Je moet er dus een beetje omheen draaien. Ja. Dus ik heb vandaag ook 5 kaartjes. En die ga ik aan Maisha voorlezen. Of tenminste proberen uit te leggen. En jij moet ze dan raden. Oké. Is dat een goeie? Ja. Zullen we dan meteen met de eerste beginnen?
Let's do it. Ik weet niet of ik het kan laten zien aan de kijkers. Even kijken. Ik ga... Nou, waarschijnlijk is dat niet echt duidelijk. Nee? Nee, maar dat maakt niet uit. Dan moet je er zelf mee raden. Want deze persoon... Ja? Dan moet ik even goed nadenken. Ga je moeilijk of makkelijke hints geven? Ik maak het geleidelijk makkelijker. Maar ze zijn op zich wel allemaal goed te raden. Oké. Okay. Ja? Ja. Deze persoon deed heel veel met vierkantjes. En over het algemeen... Lingo. Wat zeg je? Lingo. Lingo? Vierkantjes. Dat is een grapje, dat is juist heel veel rondjes. Oké. Zo random, you. Wat hij gebruikte is, hij had over het algemeen verf. En dat deed hij dan op een doek. Poprols? Nee. Nee, iemand die dus echt bekend staat om zijn vierkantjes. En af en toe dan kijk je naar zo'n schilderij. Miro. Nee. En dan denk je echt zo, what the fuck? What the fuck? Het zijn over het algemeen... zwart, wit, geel, blauw, rode schilderijen? Meestal wel, ja. Ik weet niet meer hoe die heet. Ik weet precies wie je bedoelt. Ja. Ik weet niet meer hoe die heet. En hij heeft ook heel vaak van die rare gezichten en zo die erin zitten. Het is echt een van de groothelden in die bepaalde kunstvorm. Ja, ik weet het. Je hebt hele huizen en architectuurdingen die op zijn schilderijen zijn gemaakt. Je weet niet... Oké, een andere hint. Google, die heeft een soort van fotoalbum. Picasso. Ja. Ja. Maar dan niet de vrouwelijke vorm, maar de mannelijke vorm. Picasso. Ja! Nee, maar die bedoelde ik helemaal niet. Pablo Picasso, Pablo Picasso, Pablo Ik had heel iemand anders in mijn hoofd. Wie dan? Ja, ik weet niet hoe die heet. Oh. Maar kan je ook dan bij hem doen? Pablo Picasso, Pablo Picasso. Oi. Nee. Ja, Picasso is wel echt een van de grootste schilders. Ja, dat weet ik, maar... Ik had echt iemand anders. Okay. Ik weet niet hoe die heet. Maakt niet uit. Wouter. Nee. Oh. Nee, dat, okay. Niet te... dat maakt niet uit. En nu gaan we dan naar de tweede. Dat is namelijk ook een heel groot figuur. Maar, oh, fun fact. Eigenlijk helemaal niet. Hij was juist heel klein. En... Plop. Job? Oh, nee, kabouter Plop. Oh, nee, die niet. Hij stond ook al bekend omdat hij altijd zijn hand... in zijn soort van jas of in zijn uniform had. Hoe? Hij zat altijd met één hand zat hij in zijn uniform. Sommige mensen zeggen, en ik weet niet of dat een fabeltje is of dat dit een Wouters weetje is. Help! Oh, word je... Oh my god. Nee, toch niet op het plot, hè? Nee. Oké, gelukkig. Oh, jezus. Sommige mensen zeggen dat hij, omdat hij ook vaak in... had zijn laatste slag had hij in een wintergebied, dat hij daar altijd een beetje drank had en dat hij daarom zijn hand zo op de drank had. Het is dus iemand die vocht, oorlog, heel veel oorlog heeft geleid. Heel veel oorlog heeft geleid. Ja, oorlogen, als in hij was de leider in veel oorlogen. Ik heb geen idee. Hij houdt van wijn en van stokbrood. Hij komt klinkt dus... als een Fransman. Ja, precies. Napoleon? Yes! Napoleon Bonaparte. Wow! Hij had dus altijd zijn hand... Moet je maar eens opzoeken. Mm-hmm. Leuk voor de mensen thuis. Zoek maar eens een foto van hem. Nee, maar volgens mij had hij last van zijn nieren. Ja, nee, daarom. Maar het verhaaltje kwam dat hij daar zijn drank had. En dat hij daar altijd met zijn hand daar zat. Volgens mij had hij gewoon superveel pijn altijd. Ja, dat kan ook best wel. Oh, ik ben bijna dood! Woo. Watch out, girl! Ik ga snel naar binnen. Zullen we even slapen? Ja, dat is goed. Dan gaan we meteen de derde erbij pakken. Ik vind wel dat je stommen hebt. Heb ik stommen? Ja, het zijn allemaal van die oude mensen. Picasso, ja, oké. Oké, nou dan nu iets heel recentelijks. Oké. Okay. Maar ook weer iets ouds. Dat is wel de eerste hint. Het is namelijk iemand die altijd naar een bar ging. En dan bestelde hij een speciaal soort drankje. Ja. Hij wilde het altijd op een bepaalde manier. James Bond. Yes! Shaken, not stirred.
Ja, hadden wij de James Bond film gekeken, Spectre. Dat was wel heel erg leuk. Een hele vette openingsscène. Maar die heb je goed. Thank you. Congrats. Nou ja, inderdaad, misschien is oudheid wel een beetje een... Heb je nog weer een oude? Ja, ik heb weer een oude, spijt me. Oké. Ik heb heel veel teksten van deze man moeten lezen. Dus je kan op zich wel begrijpen dat hij voor beroep een... Econoom was? Nee. Nee, want hij was degene die met de inkt op het papier ging. Hij was dus een... Schrijver? Yes. En even kijken. Zoals je weet heb ik een tweetalige opleiding gedaan. Mm-hmm. Dus hij was heel erg belangrijk niet voor de Nederlandse kant van mijn opleiding, maar de... Duitse. Heel goed, die andere kant. Frans. Oh, ik wil echt jouw show met Water Flash Show. Plak. You didn't. Oh no, you didn't. Hou jij dit? Oh no, you didn't. Oké, dus wie was een groot man in... Jongen, weet ik veel wat hij in de 17e eeuw zich allemaal heeft afgespeeld. Ja, there you go. Nou, volgens mij was het de eeuw daarvoor, maar dat maakt niet uit. Die mag ik niet zeggen. Oh. Weet hem toch wel? Nee, ik heb echt geen idee. Wie was die man die... Alles kan. Ik toneelstukken maakte. Shakespeare. Yes! William Shakespeare. Wee! Met Hamlet. Nachtdroom. En ik mocht geen zeggen... Ik mocht schrijver mocht ik niet zeggen. Mm-hmm. Ik mocht Engelsman niet zeggen. Okay. Ik mocht Hamlet niet zeggen. Mm-hmm. En Romeo en Julia. Oh. Mocht ik ook niet. Midsomer Nachtdroom had je moeten zeggen. Midsomer Nachtdroom? Dat is zijn twee na bekendste. Oh, ik ken niet die Nederlandse naam. Of had hij het zo uitgebracht? Hij heeft het zo uitgebracht. Oh. Speciale vertaling voor jou. Hello everyone. My English... Oh. Oh. Sorry, ik doe dat altijd. Oh, yeah. Wow. Even kijken, ik heb echt eten nodig, jongens. Want wij zijn bij het laatste. En hey, leuk bruggetje, Wouter. Want het gaat ook over eten. Het was namelijk... Dat je jezelf complimentjes geeft. Ja, leuk gezegd, Wouter. Leuke vent ben je ook, Wouter. Maar dat terzijde, dat is voor een andere video. Het was een gebouw. Dat was helemaal van snoep gemaakt. Van snoep? Ja. Door een roodje? Bijna. Nee. Roodkapje? Nee. Wij moeten echt snel naar de Efteling, schatje. Ik wil niet naar de Efteling. Jawel, je gaat naar de... Als jij dit soort dingen zegt, dan ga jij mee naar de Efteling, oké? Hoe heet dat ook weer? Dat zijn die twee stomme mensen die dan hun shit gaan opeten en dat dan... Ernst en Bobby? Nee. Oh. Ja, die twee mensen die stom en shit eten. Ik weet niet hoe ze heten. Oh, jawel, liefie. Nee. Echt niet. Ik weet het niet. Oké. Een van de namen, dat is ook een bedrijfsnaam voor, volgens mij, brillen. Het is bla bla anders. Hans? Ja! Ja! Yay! You got him! Ik weet niet waar je bent, dus ik kan je niet feliciteren. High five! Waar ben jij dan? Ik ben op de farm. Ik je bent daar. Doen. Oh, nice! Yeah, je hebt hem. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En de dingen die ik niet mocht zeggen was sprookje, heks, huisje en de gebroeders Grimm. Oh, maar je zei suikerhuisje. Nee, ik zei een gebouw van suiker. Echt? Okay. Ik speel niet vals. Maar ik vond alsnog dat het goed had gedaan. Ik heb wel een beetje ouder, ja. Ik zal volgende keer proberen iets hipper te zijn. Ja, Hans en Grietje, wie heeft er nou verhoord? Zo'n stom sprookje. Oh, no, she didn't. Oh, yes, I did. Oh, no, she didn't. Oh, yes, I did. Wat vind jij dan een leuk sprookje? Wat is jouw lievelingssprookje? Frozen! Dat is geen sprookje. Oh. Wat is dan? Dat is een film. Oké. Okay. Ik vind het sprookje. Zullen we Skeleton Paarden doen? Ja, is goed. Heb je een locatie waar je ze graag heen wil begeleiden? Of wil je ze gewoon daar beneden zetten? Ja. Alleen, hoe doen we dat? Want we kunnen ze dus niet vastzetten. Nou, je pakt gewoon een zadel van deze zo. En dan ga je de Earth show. En dan ga je op deze zitten. En dan pak je deze zadel zo. En, daar zit geen zadel op. Ja. Ja, het lijkt net alsof we een zadel opzetten. Ja. Dat is niet echt handig gedaan. Even kijken. En dan gaan we erop. Zo. En doen we een zadeltje erop. Dan maak ik dit even schoon.
Oh my god, au! Wow, wat doe je allemaal? Ja, ik parkeer dat paard in... Oh my god. In jezelf. Ja, ik denk het. Kijk, nu kan je eruit. Yay. Oh. Nee, ik pas er net niet doorheen. Oké, komt-ie. 1, 2, yay! Woe! Zo, en die zetten we dan hier neer. En... dan doen we deze weer dicht. En dan pakken we deze en dan zetten we daar een sjadeltje op. En dan gaan we naar beneden. En wat is jouw lievelingssprookje? Oeh, mijn lievelingssprookje. Ja, dat is een hele goeie. Mijn lievelingssprookje. Dat is wel een hele serieuze vraag dit. Oh, ik ga even over nadenken. Ja, ze zeggen dat... Nou ja, Shrek die maakt altijd een grapje over dat het een sprookje zou zijn. Maar ik vind eigenlijk Shrek net zoveel een sprookje als Frozen. Ja, ik wou net zeggen, dat is de Lion King ook een sprookje. Ja. Toch? Ja, ik denk het, ja. Maar het is gewoon een verhaal, denk ik. Ja. Ik weet het niet. Maar echt van old school, denk ik. Ja. Is dat iets wat je loslaat als je wat ouder bent? Sprookjes? Ja. Ja, misschien. Maar eigenlijk waren de sprookjes die waren geschreven voor oudere mensen. Wist je dat? Nee. Sprookjes die waren geschreven door de gebroeders Grimm. En dat waren twee Duitse mannen. Maar alle sprookjes die waren eigenlijk heel bloederig. Oh. Want als jij de originele versie van Hans en Grietje gaat opzoeken... dan is het waarschijnlijk dat ze vermoord werden... en dat ze echt in een bos werden achtergelaten. En dat nee! Ja, ik meen het echt 100% serieus. Dit, ja, ik geloof je. Hè? En daardoor op een gegeven moment dachten mensen van... ja, het zijn een beetje verhaaltjes. En het kwam ook volgens mij na de Wereldoorlog. Mm-hmm. Dus het was een hele grimmige periode. Dus toen werden ook die dingen geschreven. En toen, ik denk dat ze iets positievers wilden... en dat ze daar een beetje kinderdingen hebben geschreven. Ik weet niet hoe ze die overstap ooit hebben gemaakt. En toen werd het allemaal verkinderlijkt. En toen kreeg je eigenlijk de sprookjes die wij kennen. Oké. Okay. Maar zoek maar eens op. Nee, ik weet niet of ik dat tegen jullie moet zeggen of je dat moet opzoeken of niet. Nee, dat lijkt me zoek maar niet op. Maar het waren in ieder geval dus hele andere soort sprookjes. Maar ja, wij hebben weer veel gedaan vandaag. We hebben de plots uitgezet. We hebben de paardjes... hoe zeg je dat? Verplaatst? Gemobiliseerd. En daar zit dus hopelijk komende dagen gaan wij de invite weggeven. Gaat daar dan onze buurman of buurvrouw zitten natuurlijk. Ik hoop dat jullie daar een beetje zin in hebben. Laat dus ook zeker een duimpje achter als je het leuk vond. En als je sowieso de hele aflevering leuk vond. Yes. En laat misschien ook een suggestie achter van hoe jij denkt dat wij de mensen moeten inviten. Moet dat door middel van een stukje tekst zijn of gewoon een random persoon? Of noem het allemaal op. Laat het even achter in de comments. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. En zie ik jou heel graag terug bij een volgende video. Doei! Tot volgende keer mensen! Alle mannen zeggen ja tegen die en die ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar die ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey paard.